thuiskomen hier betekent voor mij echt vakantie, familie, samen zijn en even rust. Ik ben Kay en jullie kennen mij misschien van Bamboa, 24K of van Instagram, of helemaal niet. En welkom in ons huis in Portugal. We zijn in ons familiehuis in Portugal met de hele familie, met Diego, Lua en mijn schoonouders. Het leven hier in Portugal is heel rustig, zou ik het noemen, vergeleken met als we in Amsterdam zijn. We ontbijten heel rustig aan, we zijn heel veel buiten en we genieten vooral echt van de tijd samen. Ja, Lua vindt het echt fantastisch om hier te zijn. Het is echt wel haar thuis ook. Ze heeft natuurlijk ook haar eigen kamertje hier en ik denk wat zij vooral heel fijn vindt, dat als we hier zijn, dat het echt familietijd is. In Amsterdam zijn we altijd best wel gehaast en vluchtig. Een soort van altijd race tegen de klok om naar school te gaan, om naar werk te gaan. En hier nemen we voor alles echt de tijd en zijn we veel echt samen. Diego is half Portugees en we zijn dus al 14 jaar samen en kom dus ook al 14 jaar in Portugal. En dat voelt echt wel als thuiskomen hier. De vibe hier in huis is denk ik heel knus en gezellig, heel licht en ik zou het omschrijven als veel prulletjes, veel decoratie in allemaal dezelfde beige tinten. Ik heb het huis heel licht ingericht met heel veel beige tinten, omdat ik dat heel lekker rustgevend vind en ook wel echt dat vakantiegevoel vind geven van strand, kleuren, heel veel zand en natuurtinten. Wat ik heel leuk vond aan het huis toen we het voor het eerst binnenkwamen, was echt de vak in de muur. Daar kan je heel leuk mee spelen en het geeft wel echt dat een beetje Portugese, Spaanse, Mediterraanse gevoel. En wat ik lastig vond aan het huis eerst was echt de vloer. Die is best wel oranje. En met de verschillende soorten houtkleuren dacht ik eerst, nou dat wordt wel lastig met een eettafel die matcht bij de vloer. Maar ik denk dat dat heel goed gelukt is. In de vakken achter mij vind je eigenlijk allemaal prelaria die we verzameld hebben. Zoals een vaas die we in Portugal gekocht hebben. Schelpen die we hebben gevonden. Boeken die we hier op een marktje hebben gescoord. Maar ook vazen uit Amsterdam die mooier hier stonden dan in ons huis daar. Dus het is eigenlijk een beetje een mix van alles. Dit hele huis is gelijksvloers, wat heel lekker en handig is. We hebben geen hoge trappen of dingen in het huis. Iedereen heeft een eigen slaapkamer, zowel Diego en ik, Lua, mijn schoonouders en ook Diego's broertje heeft hier een eigen slaapkamer. De enige kamer die echt kleur heeft is de kamer van Lua. Die is natuurlijk helemaal roze zoals ze wilde. Met heel veel speelgoed, zooi, prul, maar precies zoals ze hem wilde. Mijn favoriete plek hier in huis is zeker weten de nieuwe muur die we deels zelf gebouwd hebben, Diego en ik. En dat was echt meteen het eerste. Toen we dit huis zagen, dachten we, ja, we hadden meteen ons hoofd, daar moet een witte muur komen. En ik ben heel blij dat die net op tijd af is. Lua vindt het heel leuk om zich een paar keer per dag om te kleden en dat herken ik wel echt in mezelf. Vroeger vond ik het leuk, maar dat vind ik eigenlijk nu nog steeds leuk. Vooral op vakantie heb ik het liefst wel drie keer per dag een ander zomers outfitje aan. Ik werk nu al meer dan 4 jaar samen met Westwing en niet alleen in ons huis hier in Portugal, maar ook ons appartement in Amsterdam en ons restaurant Bamboa hebben we helemaal afgesteld met Westwing items. Dus ik ben heel blij met deze leuke samenwerking en de goede match. De tuin is nog niet helemaal af. We zijn druk bezig met nog planten en zaaien en doen, maar dat duurt nog even voordat die helemaal ready is. Maar we zijn echt super blij en gezegend, überhaupt met dit huis, maar met deze tuin en het zwembad, dat is natuurlijk echt niet normaal. Wat ik heel lekker vind aan in de tuin zijn, is het geluid van de wind door de palmbomen. Dat geeft echt, echt wel een beetje het vakantiegevoel als je buiten bent. Lekker eten is voor onze familie best wel belangrijk. Mijn schoonvader was vroeger chef, dus die staat heel veel in de keuken. En we proberen eigenlijk altijd wel lekker uitgebreid met elkaar te eten. Hebben we alles, jongens? Kom, we gaan naar het dorp.